Er zijn een hoop redenen waarom je je belplan zou willen wijzigen. Bijvoorbeeld het toevoegen van vakantiedagen of het wijzigen van modules. In deze video leggen we kort uit hoe je dit doet. Wil je een belplan wijzigen? Klik dan op Belplannen en zoek het telefoonnummer op waarop je een wijziging wilt toepassen. Klik op het telefoonnummer. Je bent nu in de weergavemodus van je belplan en ziet nu de knop Belplan wijzigen. Als je hierop klikt, kom je in de wijzigingsmodus terecht. Je kunt nu rustig diverse aanpassingen doorvoeren, zoals het toevoegen van een voicemail bijvoorbeeld, en ondertussen blijft het oorspronkelijke belplan actief. Wil je de wijziging opslaan? Klik dan op de knop Opslaan. Nu krijg je een pop-up te zien waarbij je kunt kiezen om de wijziging definitief op te slaan of om door te gaan met bewerken. Vanuit de bewerkingsmodus kan je ook alle wijzigingen annuleren. Als je vanuit de wijzigingsmodus op annuleren klikt, krijg je hier ook weer een pop-up te zien, waarbij je definitief kan annuleren of weer terug kan gaan naar het bewerken van je belplan. Kies je hiervoor annuleren en dan ga je terug naar je originele belplan en zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. Staat jouw gewenste stap niet tussen de mogelijkheden? Check dan eerst of je onder beheerde module al klaar hebt staan en voeg deze eventueel toe. Is dat wel het geval? Dan is het wellicht technisch niet mogelijk om deze stap toe te voegen in dit deel van het belplan. Zo kan je geen voicemail boven een aantal stappen plaatsen, want een voicemail is altijd de laatste stap in de routering. Verwijder indien nodig eerst onderstaande stappen om ervoor te zorgen dat jouw keuze weer mogelijk is. Of plaats in het geval van een voicemail deze onderaan in je belplan. Met de wijzigingsmodus kun je dus gerust je belplan wijzigen terwijl je gewoon bereikbaar blijft. Mocht je meer vragen hebben, kijk dan op voice.nl/hulp of bel ons.